Isaac Alon, volgens mij een fantastische overwinning vanavond. Ja, het ging lekker. Blij dat we met 3-0 hebben gewonnen. Dus een ruime zege gepakt vandaag. Dus daar zijn we heel erg blij mee als team. En het geeft veel vertrouwen. Toch ga je met 0-0 de rust in. En op dat moment heb ik niet het gevoel dat jullie overmachtig zijn tegen Dordrecht, zeg maar. Ja, klopt. Ik denk dat we gewoon weer als team hebben laten zien dat we mentaal heel erg sterk zijn. Net als vorige week tegen Telstar kwamen we ook achter. Toen wisten we het ook om te buigen. En ik denk nu ook niet een uitstekende eerste helft gespeeld. Maar dan zien we wel dat we gewoon als team gewoon mentaal sterk zijn. En dat we alsnog gewoon de overwinning over de streep kunnen trekken. Het systeem wordt ook wat omgegooid met een aanvallende wissel. Maakt dat ook dat het dan makkelijker voetballen wordt voor jullie voorin? Ja, het was al duidelijker. We gingen gewoon ik en Virgil gingen aan de zijkant te spelen. Dus we gingen 4-3-3 spelen, gewoon met buitenspelers. En ik denk dat wij daar allebei echt goed in onze krachten komen. En dan zie je ook dat het wel gaat lopen en dat het allemaal veel makkelijker gaat. Je ziet dat het wat duidelijker is voor iedereen. Dus daar zijn we gewoon heel erg blij mee dat het zo heeft uitgepakt. En dan krijg je de bal volgens mij van Matthias Schils aan de linkerkant van het veld. En dan? Ja, ik had gewoon in mijn hoofd van ik ga gewoon naar binnen, zoek gewoon de actie op. En ik zag dat die gozer dacht dat ik ging schieten, dus ik nam hem nog één keer mee. Ja, en dan gewoon in de verhoek schieten. Dus daar ben ik blij mee. Een bevrijdende treffer voor Cambuur, omdat jullie dan op een 1-0 voorsprong komen. Maar is het ook een bevrijdende treffer voor jou, na alles wat er gebeurd is de afgelopen tijd? Ja, voor mij zeker. Voor mij persoonlijk is het heel erg mooi. Het is wel een opsteken voor mij dat ik heb kunnen scoren. Dus zeker een zware tijd gehad met alles wat er is gebeurd. En ik ben gewoon blij dat ik dat gewoon achter me kan laten. Dat ik nu gewoon weer vooruit kan gaan en dat ik nu heb gescoord. Dus dat is mooi. Hoe heb je die periode beleefd? Wat heb je gedaan? Ja, ik kon niet zo erg veel doen eigenlijk. Want in die periode toen het was gebeurd was ik geblesseerd. Dus ik kon niet zo erg veel doen. Dus natuurlijk lees je wel dingen op internet en zo. Het doet wel wat met je natuurlijk. Dus vorige week voor het eerst gespeeld toen tegen Telstar. En toen ging het wel goed. En vandaag weer in de basis en mezelf kunnen belonen met een doelpunt. Dus dat is mooi. En we moeten het gewoon achter ons laten. Het is gebeurd en ik wil gewoon naar voren kijken en niet meer naar het verleden. Blij dat het nu weer gewoon over voetbal kan gaan. Ja, precies. Ja. Dat het gewoon over voetbal kan gaan. Dus dat is het belangrijkste. En dat een overwinning erbij moet extra lekker zijn. Dat is super lekker. Begint het alweer een beetje te wennen, thuis winnen? Ja, zeker, zeker. Vorige week ook gewonnen, nu weer gewonnen. Dus we zitten in een goede flow. En ik hoop dat we deze flow gewoon kunnen vasthouden. En als je de flow vasthoudt, dan ben je een ronde verder in de beker. En heb je nog 3 punten erbij? Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling. Ja. Dat we dinsdag ook gewoon hier thuis gaan winnen. En ik ben heilig van overtuigd dat we dat gaan doen.